mijn eigen levensfilosofie is altijd heel simpel geweest. Jezus kwam in de wereld voor de gezochte mensen. De kerk noemen we altijd het lichaam van Jezus. Dus de kerk is ook voor de gezochte mensen. Punt uit. En dan gaan we dat invullen. Nou, jullie zeggen nee, jawel. Ik zit naast de dominee. En ik zit tegenover. Juist. En nou gaat het beginnen. Als ze aan die man komen, dan komen ze aan mij, hè? Nou, ik heb 6 letters, en jij? Oh, verschrikkelijk. Even wachten, we moeten even oppassen voor Jan, hè? Ja, dus kijk allemaal goed, hè? Ja, ik ben er klaar voor, hè? De bedoeling is, Bas, dat we Jan inmaken vandaag. Nee. Gaat niet gebeuren. Oh, je hebt moeilijke letters, ja, hè? Heel moeilijk. Nou, Jan gaat nu een klein woordje maken. Nee, de Q staat er aan. 14, 17, 23, 23, 24. Jan wel even kijken of het allemaal klopt. Ja, klopt. Dat we dit moment toch hebben mogen beleven, Jan. We kunnen altijd weer naar het kindje. Ik ben eens een keer met een man meegegaan. Die had ook zo'n buitenboordmotor gabbel. En die zei: Visser, we halen de avond niet, we moeten aan de kust overwachten. Ik zei: ik wil vanavond daar zijn. Het was Ampi Babo plaats hier in het noorden. Niet in dit meer, het was op zee. Hij zei: ja, het is moeilijk. Ik zeg: ik wil het. Nou, inderdaad, heeft het gedaan. Ik weet niet hoe, want die motor komt af en toe vrij te liggen, hè, door de golfslag. En dat mag eigenlijk niet, hè. Maar we zijn aangekomen in de avond. En toen zei die man tegen de moslims daar: Allah moet wel met die man geweest zijn, want ik dacht, we halen het nooit. We gaan ten onder. In de jaren 768 moest ik een keer voor jongeren in Emmen een lezing houden. Het ging in ieder geval over ontwikkelingssamenwerking. Dat was een beetje de tijd, je weet natuurlijk 68, hè, de revolutietijd, de provo-tijd, de wereld moet anders. De honger moet de wereld uit in 10 jaar, weet je wel. Op een zeker moment zegt een meisje in de zaal: wat doe jij daar zelf nou mee, zei ze. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet zelf ook maar eens naar zo'n ontwikkelingsland gaan. En wat is in mijn branche het beste? Om de zending in te gaan, dan kom je in die landen. Wij werden er wel op voorbereid dat we in het afgelegen gebied zouden komen werken. Slechte medische voorzieningen. Niet absoluut formidabel, maar goed, als ik dat wel wilde doen, ik zei, nou ja, geen probleem. Maar ik weet dat er collega's waren in die tijd die tegen mij zeiden: Visser, het is onverantwoord wat jij doet. Ik zei: wat is onverantwoord? Naar zo'n gebied gaan, je moet hogere eisen stellen. Ik dacht, ze hebben je belazerd. Ik ga hier gewoon heen. Ik heb er 6 weken over gedaan om hier te komen. Nou zeg, die... Moet jij niet hebben? Oh, thuis, dit is echt het einde.
Ja, ik ben wel een Bourgondier, dus wel hecht ik aan lekker eten, lekkernijen, de genieting van bestaan. Ik heb geen eetverslaving in mijn leven opgeroepen. Zeker met is er nog wel een bepaalde rem. Maar wat ik wel in mijn leven heb gehad, dat is een soort eetaanval. 20 boterhammen, roomboter en bruine suiker, weet je wel. 25 pannenkoeken, 15 haringen, weet je wel. Dat is even geen rem, hè? Dan ga je even helemaal door. Hè? Al die andere huizen had je allemaal niet, hè? Nee. Ja, dat moet je even vastleggen. En dan vind ik dat jij daar even op dit terreintje bent. Ja, ik ga even zitten. Mijn vrouw koos ervoor om hier te bevallen. Er waren geen dokters. Dus als je een bloeding kreeg, was je ten dode opgeschreven. Maar zij heeft dat risico genomen en dat schept ook weer solidariteit. Hè? Dat stellen mensen hier op prijs. Hè? Van die blanken die gaan altijd weg naar Java, maar nou bevallen ze hier. Hè? Nou, dat vond ik wel leuk. Ik heb emotioneel veel met deze plek beleefd. Hè? Hoewel ik hier natuurlijk maar 8 jaar ben geweest in Rotterdam, 28 jaar. Maar je hebt hier heel erg wortel geschoten. Het waren hele goede jaren, ook wel hele spannende jaren. Ja, hallo, ik doe. Nee, zei Damanik Sula Pindag, hè? Sula Pindag is de Petro Donge, ja. Ja, ja. Nee, zei Liat Sekara Roemag Lama, toch? Zei Oran Partama Yang Tingel de Sidi. Oh, papa is Japa. Benetta Visser. Oh, Salama Pa. Ja, ja, ja. Salama. Hati. Ja, Salama, weg te doen, hè? Kerja di rumah sakit. Oh, ja, ja. Amak, gimana? Sehat. Lih. Mau ke rumah sakit minta obat. Oh, minta obat. Iya, sedikit. Kalau papanya sekarang ada sekolah ulang di desa. Oh, iya, iya. Ja, ja, ja. Koor, Massie, Bisse Berchtenboer. Ja, ja, Salama Berchtenboer. Ja, 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 Salama Berchtenboer. Salama. Gimana kamar. Massie, wat hier. Nee, Shukur, zei ja. Orang-orang lansia mau. Bapa-bapa dan, ibu-ibu. Saya suka mulai pada waktunya. Bisa bertanya mengapa saya kemari lagi. Saya sudah berpikir. Mungkin karena saya merasa ada suatu ikatan antara keluarga kami dulu dan saudara-saudara. Hè? Ada hubungan akrab. Dan zei Tau, zullen lama, zei hij daar, dan laat ik die zien. Ik emotie te halen op de RAGKST. Ja, dulu kami keluarga sangat senang di sini, berbahagia. Kami
ben ik Matti de City, Town Town Young, Palingbike, Derek Hidupan, Kami. Zij Joeken Haarhoes met een rank aan Zedikit, Mengenij, Kuluwaga, Kami de Balanda. Nou, Ibu Visser, Marci de Tap, Sehat. Dan die Akra Bersama, denkend zij ja, die pensioen kan Padaboelen in april mee. Anak, Zubwa Sehat. Wapa, dat Ibu. Zij Mengo Langi Lagi, zij Gambira, denkend Melihat, Sadara Sadara. Zij Taubag, Sadara Sangat, Berjuang, de Mi, Kempetingan Kuluwaga, de Mi, Petingan Geretja. Dan zei Harab Sopaya, toen Allah Akkan, Membri, Berkat. Tribakassi, Atas, Kersen Patadini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Poso yang akan sekaligus membuka resmi acara ini dengan ditandai pemukulan gong. Pak Fisher dan rombongan kan silakan berdiri. Jadi beliau dulu sekitar tahun 70-an bertugas di sini sebagai pendeta dari negeri Belanda. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pasar benih dan sertifikat tanah secara gratis dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mijn moeder zei altijd, je trouwt om kinderen te krijgen. Daar heb ik me heel lang bij neergelegd en later ook wel last van gekregen. Omdat ik dacht, dat klopt niet. Wat vrouwen toen in de 70, 80 jaar gingen doen, was ze niet alleen maar doen wat de man leuk vindt. Hè? Begin jaren 80 ja, werd het mij ook duidelijk dat ik zelf aan de huishoudelijke arbeid moest gaan deelnemen. Maar ja, nu moest ik ook wc's gaan schoonmaken en de vaat doen. Toen heb ik er op een zeker moment voor gekozen om vriendschappen aan te gaan met andere vrouwen. Ik zag dat niet in contrast met het huwelijk dat ik gesloten had. Hè. Dat wilde ik ook niet beëindigen. En dat is op een zeker moment wel beëindigd. Nee, ik bewaar inderdaad alles. Ik heb het op een zeker moment verplaatst. In mijn slaapkamer liggen alle kleine dingen. Maar inmiddels loopt het hier ook weer langzamerhand vol. Ik vind dat wel aardig. Bij sommige dingen kun je er wat van herinneren. Hè? Vergeet het ook wel eens en ik noteer dat natuurlijk niet allemaal. Maar dat is wel grappig.
Dit is Arnold van Hüller. Dat is een hoogleraar in de theologie geweest. Die is in 1970 overleden. Dat vind ik een van de briljantste theologen die Nederland heeft voortgebracht. Wat een heel origineel denker, hè? Met heel eigenzinnige ideeën. Zoals? Nou, hij heeft zich bijvoorbeeld losgemaakt van, in zijn tijd, van de grote theoloog Karel Baart, die altijd zei, alles draait om Jezus. En Van Hüller zei, alles draait om de aarde. Uiteindelijk leven wij om hier te genieten. En dan gaan er een hoop dingen mis, daar is Jezus voor noodzakelijk. Die draaide allerlei dingen om, dat vond ik altijd wel aardig. Hij is dus een theoloog geweest die zeer veel hechtte aan zelfbeaming, geestdrift om er te zijn, aanvaarding van de wereld. Hè. Dat is heel positief. Ja, wat is er een grote liefde. Kijk, ik zou niet zo maar durven zeggen van dat is mijn grote liefde. Er zijn zoveel mensen die fascinerend zijn, die iets te zeggen hebben, met wie je iets kunt beleven, die je pad kruisen. Om nou te zeggen, ja, is daar iemand van die de meeste liefde? Nee. Dat is soms gelijk en nou ja, goed, zij zo. Kijk, je kinderen staan natuurlijk het dichtst bij je, want die komen voor een deel uit jezelf voort, om zo te zeggen. En ja, ik leef wel met mijn kinderen mee, al ben ik een vader op afstand. Hè. Ik ben niet zo iemand die achter zijn kinderen aanloopt en zo. Hè. Een vader die zegt, nou word ik 65 en dan ga ik op mijn kleinkinderen passen. Daar heb ik even helemaal niks mee. Toen ik op de middelbare school was, las ik Proudhon. En die zegt een keer, een man is door zijn gezin egoïst. Ik denk, nou typisch mijn vader. Hè. Niet een egoïst naar binnen, naar mij toe. Maar wel naar de buitenwereld toe. Hè. Ik denk, ik ga het omgekeerde doen. En dat heb ik ook in mijn leven gedaan. Voor mij is de ander belangrijker geworden dan het gezin. Ik ging dus vrij vlot mij bemoeien met de politieke situatie. Wat natuurlijk niet de bedoeling was, maar waartoe gedwongen werd door allerlei toestanden die hier optraden. Schending van mensenrechten, mensen onder stroom zetten om ze tot bekentenissen te dwingen, mensen folteren, mensen gevangen nemen, mensen intimideren, etc. Ik denk, nou, dat pik ik gewoon niet, dat klopt ook niet met de grondwet van dit land. En dat vonden de mensen ook prachtig, hè, dat ik het voor hen opnam. Dat ik voor hun belangen opkwam, dat ik mijn mond open deed, dat ik wel eens dingen zei die zij nooit konden zeggen, maar die kon ik nou wel eens een keer gaan zeggen. En daar vloeiden conflicten uit voort en in die conflicten waren ze dus erg op mijn hand. Ik bedoel, dat merkte je altijd aan de mensen. Dat gaf mij ook weer steun om vol te houden. Vrouwen die allemaal een bepaalde leeftijd hadden, die werden dan verdacht dat ze vroeger de communistische onderwijzers waren beïnvloed. Volkomen flauwekul natuurlijk, dat was gewoon een aanleiding om zich te buiten te gaan. Maar één vrouw heeft de mond open gedaan. Dat was de nicht van die vrouw die we straks gaan bezoeken. Toen heb ik daar actie op ondernomen. Ook weer een hele rel geworden. Verder wel gunstig afgelopen. Dat is een van de politieke zaken die we tot een heel goed eind hebben kunnen brengen. Die militair die dat leidde, die is geheel van de aardbodem verdwenen gelukkig. Poelang, cementaar Jan Stengadua. Oh ja, Stengadua. Ja, zij zo daaraan staat dat hij de roosje of zo, echte boer. Oké, Sjoekoe, dacht ik. Ja, ja. Ik vind ze in die ootdoek. Roos. En in die ootdoek Ernie. Oh, Ernie. Ernie. Ik heb hem gezien in
Nee, dat is Ibiza Simpan, dat is heel Ibiza Simpan, hè? Ja. Dan was je Aba Surat Surat, Ini Untuk, Manjonjo, Bisa Yukudi Terustan, Ini Untuk, Ernie Wagi, Ini Untuk, Rooslevi, Ini Untuk, Rotterbello. Ja. Ja, oh ja, ja. In één kanaal. Ja, ja, zei zo natuurlijk Jackie. Ja. Nee, zij was in Engeland per nacht, zei ik, Salatan. Palawatu, Babatu en Jackie, maar ze hebben net de klas in de samen. Dan Kami, Magala, en Tjerama, en dan Judo, Kita, Mau, Appa. Ja, jangan mundur. Palagia juga di lang oleh pemerintah karena ini provokasi. Ah, saya bilang bagus loh, jangan mundur. Masih siapa? Kuswan. Ya, Kuswan. Het is wel leuk om hier begraven te worden of gecremeerd of as te laten strooien, maar wie zullen daarbij aanwezig zijn als zoveel mensen inmiddels overleden zijn? Hè? Er zijn nog wel mensen over, dat zal ik wel, maar ja, ik weet niet wanneer ik dood ga, dat kan al wel 20 jaar duren, ja, dan hebben we toch wel een probleem, hoor, denk ik. Dat heb ik me nooit gerealiseerd eigenlijk, dat mensen ook ouder worden en doodgaan. Nadat ik hier dus gewerkt heb tot eind 70er jaren, 2 maal geweest in 83, een keer om nog eens te kijken hoe was het nou hier na 5 jaar. Dat was een hele goede reis voor mij, want toen heb ik voorgoed mijn heimwee-gevoel verloren. Ik had toen jaren last van heimwee, hè, naar hier. En toen ben ik hier geweest, toen dacht ik, het is goed dat ik hier geweest ben. Ik zie dat allerlei dingen nu ook anders gaan, er zijn nieuwe mensen. Dat is goed, gaf me een goed gevoel. En ik was ook mijn heimwee kwijt. Pas toen de grote problemen begonnen tussen moslims en christenen hier in dit gebied, toen maakte ik me daar ergens nog zorgen over. Je hebt toch altijd een band met dat gebied. Ik denk, ik ga daarheen, ik wil het zien, wat is er aan de hand, hoe gaan we met de mensen. Dus dat was toen natuurlijk wel erg gespannen, er waren nog steeds wel aanslagen. Dus in de tijd dat ik hier was, werd de kerk in Posso eens even voor een deel in de fik gelegd. Daar ben ik ook de zondag erop geweest. Heb ik zelf nog een preekje gehouden. Het was een hele bizarre toestand. Je moet je voorstellen, een kerk omsingeld door militairen. Militairen in en buiten de kerk. Het gebouw zwaar beschadigd. En daar hou je dan een toespraakje voor nog de overgebleven christenen die er zijn. Ik weet nog goed dat ik nog op zondagmorgen een
collega van mij beluisterde. En niet wetend dat die vrouw 2 weken later van de prikstoel zou worden doodgeschoten. Hè? Een vent in een kerk gaat opstaan, die neemt een geweer, die schiet haar dood. En wandelt de kerk uit en verdwijnt op een bomfiets. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Ik heb dus in die jaren 70 een hele gekke rol vervuld. Hè? Met mijn papieren die ik overal uitdeelde, was ik eigenlijk een soort vrije pers geworden. Wij hadden allemaal alle onderwerpen. En je begrijpt natuurlijk wel, politie en militairen vonden dat toch eigenlijk maar niks. Die dachten, die vis er allemaal mee bezig. Hè? Maar ze konden er ook niet tussen komen, want ik zei, het staat in de grondwet. En de president heeft toch gezegd dit of dat. Hè? Want ik las wel die kranten, die kreeg alle kranten uit Jakarta al. Ik kreeg ze maanden te laat, maar ik las ze wel. En dan citeerde ik de president, hè. Die heeft dat ook gezegd. Dan durven die gasten niks te doen, maar ze konden je bloed wel drinken natuurlijk. Hè. Omdat je dus moeilijke onderwerpen aan de orde stelt. Toen dachten die militairen, dan kunnen we die man het zwijgen niet opleggen. Die man gaat maar door. Die man moet eruit. Zomer van 1978, hè, toen moest ik een keer bij de politie komen en toen werd ik op een manier verhoord die ik wel uit romans kende, maar nooit had meegemaakt. Dat is dat intimiderende verhoor. Hè. Dus ik denk, het gaat niet goed. En toen ben ik naar de procureur-generaal gegaan, dat was een christen. Toen zei ik tegen hem, nou, wat ik nou met de politie heb meegemaakt, dat vind ik niet leuk. Waarop hij zei, hij zegt, ja, dat begrijp ik wel. Hij zegt, maar je weet, jouw vijanden staan nu klaar. Hè. Er zijn mensen tegen je. Dan krijg je gewoon een paar maanden later een berichtje. U moet binnen een week het land uit, dit en dat, wegens subversieve activiteiten. Dus de bus is drugsvrij nu. Voor de Efteling geldt niet hetzelfde. Daar moet je zelf behoedzaam optreden. Maar ik wil niet zoals vorig jaar dat 1-2 mensen in het Sprookjesbos openlijk zitten te pezen. Als je meent even te moeten snuiven, dan ga je maar naar een toilet of een wc. Maar dat doe je niet in de openbare ruimte van de Efteling. Laat dit duidelijk zijn. Ik zal het zeker nog 10 keer herhalen. Dank u. En hier ga ik ook niet in. Waar ben je al in Fata Morgana geweest? Wat is dat? Ja, dat is mooi. Dat is 1001 nacht. Als is supercultuur, hè? 1001 nacht. Zie je allemaal speciaal voor domineeën. Met blote nageltjes. Oh ja? Ja, zijn poppen dan, hè? Oh. Maar die bewegen dan en dan ga je zo er doorheen. Dat zijn geen echte vrouwen? Nee, helaas. Echte vrouwen? Nou, het is wel. Je hebt er niks aan. Nee, ja, nee. Maar je moet. Ja, het is visueel. Nee, je kunt er wel op kicken. Ja? Ja. Ik kan buitengewoon driftig zijn, ja. Een van de Duitse man die had ruiten ingegooid en ik had daar zo de balen van zo'n grote ruit aan de voorkant. En daar heb ik een stoel op zijn hoofd laten blonden. Toen was ik nog wel even bang, ik denk, als die man nou maar niet doodgaat of zo. Hè? Want ja, voor je drift zou je nog iemand kunnen doodslaan ook. Hè? Maar dat is gelukkig nooit gebeurd. Nou, wat heb je nu allemaal voor mooie dingen? Ja. Nou, ik moet dus geen mayonaise. Oh, nou, dat is wel mooi dan. Guys are blue. Het was een van de ergste dingen, maar het gaat nog niet. Ja, maar jij bent altijd het eerste weer klaar. Ja, dat is een groot voordeel.
Want de anderen die moeten hun zwarte... Ja, ja, daar hebben we die. Rust Sinterklaas. Higgy. Dat hij jullie nog altijd mag zien. Dat hij bekende gezichten ziet. Van allerlei mensen die trouw gebleven zijn hier te komen. We hebben jullie lotgevallen gevolgd. Het is allemaal moeilijk geweest en warrig. Je zou er wel eens gestoord van kunnen worden. Maar we zijn overeind blijven staan. We hebben niet opgegeven. We zijn tegen de stroom gaan inroeien. Hey! 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 Ik vind het dat je wel eens last hebt van drift en van een boze bui. Maar hij weet dat dat goede hart daar altijd weer een eind aan maakt. Dus daarom, Dick, zijn wij erg blij dat we je weer mogen zien. Dat we je ook veel dank verschuldigd zijn, hè? Want je bent ook de bodyguard van Sinterklaas. Dus dat stellen wij ons zeer hoge prijs. Ja. En ik vind, Piet, dat deze man moet verrast worden met een leuk cadeau. Nee, ik heb me voorgenomen naar boven te gaan. Ja, ik kom wel boven. Ja, lieve kinderen. Lieve ouders. Lieve belangstellende. Jullie ouders zijn altijd nog in een buitengewoon gefrustreerde situatie. En Sinterklaas wil graag met jullie samen een liedje zingen. Klein lieve Pietjes, paardje op het dak. Heel veel leuke liedjes, pakjes in de zak. Suikergoed en speculaas, dat wordt bij Sinterklaas. Nee, nee. Ja, die eet wat Pido. Die eet wat Pido. Maar met zijn eczeem gaat het wel goed, hè? Nee, niet alles goed. Ja, gisteren graven. Vandaag ook. Ja, dat soms, ja. Blijft dus een zwak punt natuurlijk. Ja. 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 Sinterklaas kan doodgaan, Sinterklaas kan ziek worden. En dan... Nee, ja, dat ligt eraan. Ik ken Sinterklaas is worden ouder. Dus dan gaat Sinterklaas weer pensioen, dan komt er weer een nieuwe Sinterklaas. Hè. Sinterklaas blijft wel. Wat zeg je? Ik blijf voorlopig nog Sinterklaas, ja, zolang ik er ben. Ze zit al in drie, mama. Ze kan dat zelf.
De afgelopen nacht om 12 uur is mijn emeritaat ingegaan. Maar het ligt nog in de bedoeling dat ik tot de sloop van deze kerk de lopende zaken zal behartigen. Goede God, ik heb u van aangezicht tot aangezicht gezien. Gij zijt een vriend van mensen. En de ogen van ons mensen zijn geopend. Ze zijn niet meer doof voor elkaar. Je behoeft niet meer te liegen. Maar het is nog niet zover. Ja, zeg, leuk dat je er was, hè? Voor alles en vooral naar Peters dood. Ja, ja, okay, bedankt. Ja, zeker. Ja, ja, bedankt, hè. Dag, hoor. Dag. Dat ga je dan nog even. Ja, maar ja, dat is het. Ja, mag ik. Ja, dat is het. Een leven heeft iets weg van een reis natuurlijk. Hè? Je vertrekt en je komt aan. En je bivakkeert ergens tijdelijk en je gaat weer naar een andere bestemming. Ja, dat maakt het leven op zichzelf ook wel fascinerend en boeiend, hè, dat het zo is. Dat het niet op één plek zich voltrekt. Hè? Dus ik weet ook nooit of ik hier blijf wonen. Hè? Het kan best zijn dat ik nog eens een keer vertrek naar buiten de stad. De belangrijkste reden om nu in de stad te blijven is natuurlijk dat ik hier vrij woon. Dat is een belangrijke reden. Maar de tweede is natuurlijk die ziekenhuizen die allemaal natuurlijk dichtbij zijn. Hè? Want als ik natuurlijk ergens op een mooi huis zit op Voorn en Putten, dan moet ik een hele wereldreis gaan maken voor het Erasmus Medisch Centrum. Dat is natuurlijk niet zo leuk. Leraar zegt wel eens tegen mij, ik ben een tulp of een roos die heel lang in de knop blijft. Hè? Die durft niet uit te komen, die blijft maar in die knop zitten. Hè? En dat klopt ook wel, dat heb ik in mijn leven heel veel gehad. Ik denk dat ik dat nog wel eens heb, hè? Dat ik lang in de knop blijf en nog niet durf uit de knop te komen. Je moet ook nooit terugkeren naar een oude plek, hè? Want die verandert voortdurend en dat is ineens natuurlijk ook gebeurd. En dan kom je daar nog met verwachtingen uit het verleden. En dan denk je dat het zus of zo is, maar het is inmiddels anders geworden. En dan wil je daar ook wel weer invloed op uitoefenen. Maar dat doe je dan weer vanuit je eigen kader van jaren her. Nee, dat wordt niks. Daar moet je nooit mee beginnen.